Hey, Bart Valkenier hier van maakietsmedia.nl en welkom bij deze Word training. Heb jij heel erg veel afbeeldingen erin staan? Maak er een groep van. Echt super handig. Check de hele training op maakietsmedia.nl/word. Afbeeldingen groeperen in Word is super handig. Hey, kom je er bekend voor? Dit is de achtergrond die ik laat gebruiken in mijn intro's. Heb ik gemaakt in het vetste programma aller tijden. Blender met die lichtsnoer en lampen en zo. Nou, daar gaan we niet over hebben in deze video. Maar waarom ik dit even laat zien is omdat ik ook een Blender boek heb gemaakt. En die heb ik gewoon in Word gemaakt. En nou, om dingen uit te leggen hoe het werkt, heb ik dan van die screenshots en met dit soort pijltjes erbij. Een pijltje met 1 erin en ik gooi nog even een pijltje met 2 erin, een pijltje met 3 erin. En die selecteer ik allemaal eventjes. En bij afbeeldingsindeling wil ik even zorgen dat ze allemaal bewijzen van 2 centimeter groot zijn. Nou, deze ook nog eventjes 2 centimeter groot. Nou, ondertussen weet je wel in Word hoe je dat kan fixen. Maar wat dan zo handig is, kijk, als ik het plaatje en bijvoorbeeld pijltje 1 wijst naar de outline, pijltje 2 naar de 3D view en pijltje 3 naar al deze wonky shader notes. Maakt niet uit. Wat ik wil laten zien is, afbeelding groeperen is super handig. Want als ik dit plaatje nu verplaats, dan blijven die pijltjes natuurlijk staan. Wat je kan doen is, je klikt op de afbeelding en dan het Ctrl ingedrukt op de volgende en op de volgende en de volgende. De hele tijd met Ctrl ingedrukt. Daarmee heb ik er dus 4 geselecteerd. En hier vind je bij onder afbeeldingsindeling, vind je hier dit icoontje van afbeeldingen groeperen. Als ik daarop klik, dan staat die groeperen. Tada! En dan wordt het gewoon 1 groep. En als ik dan het plaatje verplaats, dan blijven de pijltjes op dat plaatje staan. Oh, hoe handig. Dit heeft me echt wel een complete maand, dag en nacht van mijn leven geschild, denk ik. Nou, wat ook nogal handig is, als ik dan dit plaatje zo selecteer, deze groep eigenlijk, en ik klik nog een keer op 1, dan kan ik dus het plaatje nog wel degelijk, het pijltje wel degelijk verplaatsen, maar het blijft een groep. Want zodra ik weer wegklik, dan is het weer een groep. Dus ik kan ze ook altijd weer individueel verplaatsen, maar het blijft altijd een groep. En dit is het Blenderboek, dames en heren. 165 bladzijden heb ik gemaakt in Word met een mega automatisch inhoudsopgave. Het allemaal werkt. Bladzijnnummers, voettekst, tekstvakken, effecten en heel veel afbeeldingen heb ik dus gegroepeerd in een groep, zodat als ik het verplaats, de pijltjes tenminste op een goede plek blijven zitten. Ha, man, wat is dat relaxed. En zo kun je dus afbeeldingen groeperen in Word.